geleden zijn we begonnen met elektrisch en groen gas rijden. En toen zeiden wij ook als leasemaatschappij, ja, als je zoveel mogelijk auto's inzet, hè, dan kan je risico's spreiden. En 6 jaar geleden zijn we begonnen met een nieuw product. Daar zijn we nu marktleider in, de leasefiets. En nu kijken we weer van wat kunnen we nog meer toevoegen. En dat is dan vanuit de fiets met vitaliteit. Het belangrijkste natuurlijk is dat onze klanten ons hebben verkozen tot beste leasemaatschappij van Nederland. En dat, dat is een prestatie die we met het hele team doen. Dus daar ben je trots mee. Trots op, maar wat nog belangrijker is dat we als bedrijf in een hele conservatieve branche in staat zijn geweest om toch bijdrage te leveren aan de nieuwe ontwikkelingen. We zijn altijd proeftuin geweest vanaf 2005 met groen gas, in 2010 met de eerste auto's op elektriciteit. Een aantal jaren hebben we al de waterstofauto's ingezet, dus we willen voortdurend voorop lopen op nieuwe ontwikkelingen. En dat vanuit een conservatieve branche en een conservatieve organisatie, dat ons lukt en dat we elke keer een klein steentje kunnen bijdragen om ook onze klanten daarvoor te inspireren. Ja, dat is mooi. Dat is echt mooi om dat te kunnen doen. We hebben een droom als Friesland Lease zijnde, maar wij hebben er toen ook voor gekozen. Je kijkt naar onze medewerkers, ja, dat is ons belangrijkste kapitaal. En die hebben dus ook als leasefiets team, dus alle medewerkers met leasefiets, die hebben over de vragen nagedacht en die hebben samengewerkt met het innovatiehuis, zeg maar. En daarin hebben we eigenlijk al onze knelpunten, dat wij dachten, waar lopen we tegenaan? Wij denken dan dat we die doelgroep moeten benaderen of qua focusgebieden. En dus dat hebben eigenlijk onze eigen mensen van het Least Fietsteam hebben gewoon samengewerkt met Innovatiehuis. En dat is mooi om te zien. En dan ook de uitkomsten van dat onderzoek. Dat is prachtig. Ja, wat belangrijk is in de toekomst natuurlijk dat je wendbaar bent. En we zijn we voelen ons nog steeds een kleine organisatie, maar dat je wendbaar blijft en dat je enerzijds dingen professioneel gaat regelen, aan de andere kant wendbaar genoeg blijft om nieuwe ontwikkelingen te kunnen omarmen. En dat betekent ook dat je technologisch een modern platform moet hebben om op nieuwe ontwikkelingen, op nieuwe databronnen aan te kunnen haken. En dat betekent op dit ogenblik dat we de hele achterkant van ons bedrijf echt een digitale transformatie laten doen. Dat is natuurlijk een behoorlijke uitdaging. Maar dat legt wel de basis om in de toekomst ook een belangrijke rol te kunnen blijven spelen.